geachte jury, vandaag debatteren wij over de stelling: producenten mogen alleen nog biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal gebruiken. Wij, de oppositie, zijn daartegen. Ik ga onze argumenten nog even samenvatten. We hadden een economisch argument. Het is veel duurder om biologisch afbreekbaar materiaal te maken. In tijden van economische crisis moeten bedrijven hun kosten snijden. Maar met het biologisch afbreekbaar materiaal zullen de kosten uit de pan rijzen. We hebben ook nog een milieuargument. Biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal is een klein stukje van een heel groot probleem. Door alleen biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal te maken, lossen we niet de milieucrisis op de hele wereld op. Er blijven schadelijke stoffen. We moeten prioriteiten stellen, we moeten ons concentreren op de grotere problemen zoals CO2-uitstoot. Als laatste ons ruimteargument. Het kost heel veel tijd om afval te composteren of te breken. Er zal dus een ruimtegebrek komen. Wij hadden dus een economisch argument, een milieuargument en een ruimteargument. Wij zijn tegen de stelling: producenten mogen alleen nog biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal gebruiken. Ja. Dat was het? Ja. Oké. Helder gesproken.